Waar werkt Nederland eigenlijk? We zijn hier vandaag op het kantoorpark rondom station Sloterdijk. En dit is nou typisch zo'n plek waar dagelijks heel veel mensen doorheen gaan om naar hun werk te gaan, maar eigenlijk bijna niemand stopt en om zich heen kijkt. In mijn eigen fotografie hou ik er heel erg van om de schoonheid en de humor van dit soort plekken vast te leggen. Ik ga je vandaag laten zien hoe je eigen werkomgeving op een nieuwe manier kan bekijken. In plaats van voor de gebaande paden te gaan, zoals de vaste route naar je werk, kan je er ook voor kiezen om een keer de zijstraatjes of de achterkanten van gebouwen op te zoeken. Hier tref je heel functioneel ontworpen ruimtes aan die niet altijd worden gebruikt. En dat levert vaak knullige, maar ook vervreemdende scènes op. Ik probeer die dan op een zo mooie en observerend mogelijke manier vast te leggen. Ik hou mijn camera-instellingen altijd zo simpel mogelijk. Ik zet hem altijd standaard op de A-stand en kies dan voor een hoog diafragma-getal, namelijk f11. En als het dan wat minder licht is, dan zet ik simpelweg de ISO-waarde omhoog. In plaats van dat je je onderwerp vanaf ooghoogte benadert, waarbij je de camera vaak een beetje naar beneden richt, kies ik ervoor om vanaf ongeveer mijn middel te fotograferen. Als je de camera dan recht houdt, dan blijven alle lijnen parallel en dan krijg je een hele observerende en filmische kijk op de wereld. Als je een humoristische of vervreemdende situatie tegenkomt, zoom dan niet te ver in op je onderwerp, zoals op deze foto. Je ziet namelijk totaal niet wat hier vreemd aan is. Als je wat meer van de omgeving meeneemt, zoals in deze foto, dan snap je veel beter de situatie in de context. Je kan ook een heel alledaags en onopvallend object als onderwerp nemen. En als je daar dan een enkele foto van maakt, levert dat niet zo'n spannend beeld op. Maar als je daar een reeks van maakt, altijd vanuit hetzelfde standpunt gefotografeerd, dan levert dat een hele verrassende serie op. Ik hoop dat ik je vandaag op een nieuwe manier naar je werkomgeving heb laten kijken. Als je nou nog vragen hebt, houd dan de stories van Nikon in de gaten, want daar beantwoord ik ze allemaal.